Net als je een circustent hebt en je hebt er geen goede artiesten en clowns in, dan krijg je de circustent nooit vol. Nee. En dat is met FC Groningen ook zo. Als je geen goede voetballers hebt, dan krijg je, je speelt hem steeds weer terug op de firma Pats, wat ik dan noem. Ja. Ja, ik noem hem geen keeper meer, want die vangt geen ballen. Als je de circustent vol wilt hebben, dan moet je naar voren spelen. Ja. En dan kan je elke keer zien wat de spelers van Groningen Fox hebben. Dan kunnen ze zien hoe dat Ajax speelt. Nou ja, en ik ga nu even een paar maandjes tussenuit. Ja. En, maar volgens mij hebben we wel een opvolger. Als ik dit zo... Nou, we kunnen hier elke week weer heen. Je bent bijna afgetroefd, man. Zou je wel missen. Maar, nou ja, goed. Ja, nou inderdaad. Hij heeft wel praatjes. Ja, hij ziet, hè, dat is wel een beetje een breuk met jou. Want jij bent natuurlijk een Feyenoorder. Ja. Wat vind je van Dickie? De kleine generaal. Ik schreef het deze week al aan jou in de brief. Dit is dé oplossing voor jouw club Feyenoord. Echt. Dick laat zich niet van de wijs brengen door het legioen. Die bouwt er wat zekerheidjes in. Zodat je zelfs met deze selectie toch nog wel wat puntjes gaat sprokkelen. En dan is het aan het eind is het gewoon vierde, vijfde plek of zo. Zou zomaar kunnen. Maar laten we het vooral lekker over onze club. Ik heb helemaal geen zin om het over Feyenoord te hebben, joh. Jij wilt het over Emmen en Groningen hebben. Nou ja, en over, we zijn de oude Pekelaar hier. Mm-hmm. En dan weten we één voetballer in ieder geval die hier vandaan komt, toch? Wiekens. Een grote voetballer, Gerard Wiekens. Hij is trainer bij Emmen, hè? Wat is zijn rol? Emmen Noordster, hier ook nog. Ja. Hij traint verdediging. Kan hij er niet wat aan doen dat Emmen iets stabieler verdedigt? Want op deze manier gaat het niet goed komen, hoor. Maar moet hij er zelf gaan staan? Ja, nou, je zou het haast zeggen. Ja, maar dat kan toch niet zo ernstig, hoor. Hoe dat bij NAC in de beker mis is gegaan daar. En we zagen het eigenlijk al een beetje... Kijk, 20 ging het ook mis, hè. Ook veel fouten gemaakt. Maar eigenlijk zagen we het al een beetje tegen Fortuna, hè. Laatste minuten. En dat ze met alle geluk van de wereld wegkomen dat Fortuna niet die gelijkmaker maakt. Want volgens mij hebben ze in 3 minuten tijd een kans op 5 gehad ongeveer. Maar goed, Vitesse thuis, zondag. Wat zeg je? Vitesse thuis, zondag. Sorry, ik heb een piep in mijn oor. Wat dan? Ah ja. Harkema. Nee, maar zou het daardoor komen? Ja, 100%. Vuurwerk. Nou, ongelofelijke harde knal bij Harkemase Boys FC Groningen. Echt waar. Wat een schande. Ik mag de supporters niet over één kam scheren. Ik weet ook niet wie het zijn geweest. Er gaan allerlei verhalen dat het mensen zijn van FC Groningen met een stadionverbod. Dat het ook supporters van Kambuur en Heerenveen bij waren geweest. Maar dat wordt weer ontkracht. Maar wie het ook zijn, het is gewoon een schande dat je een mooie bekeravond hing. Echt een mooi Engels voetbalsfeertje. Harkema had alles perfect op orde, alles perfect gedaan. En dat je het op zo'n manier voor duizenden mensen verknalt. Ja. Ik ben ook blij dat Danny Buizer helemaal de vloer mee gelijk maakte. Of hoe zeg je dat? Grond. De grond mee gelijk maakte. Maar geen greintje respect daarvoor. Nee. Nog natuurlijk iets bij FC Groningen, want Robert Klaver weg. Oh ja. Eigenlijk was het toch wel vanaf het begin af aan, moet je zeggen, dat was dit gedoemd te mislukken. Hij heeft gesolliciteerd op die functie van directeur. De hoogste baas eigenlijk. Hoogste baas als opvolger van Hans Nijland. Werd hij niet. Gudde, een man met veel potentie, maar met minder ervaring dan Klaver, die bij een kleinere club vandaan kwam. Die werd directeur, dus ook zijn directeur. Hè? En ja... Weet je, dan ben je zo vergroeid met het oude beleid. Klaver is echt een exponent van het oude beleid. Je kon eigenlijk op je vingers aan natellen dat het nooit ging werken. En dat blijkt dus nu ook wel. Wat denk je? Wie zit er wellicht zondag weer bij de wedstrijdselectie van FC Emmen? Anko Jansen. In één keer goed. Echt, hè? Goed hoor. We hebben het ook helemaal niet over gehad. Is hij dan de redder van Emmen? Nou, ja, dat is wel een beetje de bedoeling, hè? Ze hebben wel behoefte aan hem, hoor. God man, wat heeft het lang geduurd. Met die knieblessure natuurlijk, een ernstige knieblessure. Nu is hij eindelijk... Nou, hij is al een tijd op de weg terug. Het ging de laatste weken steeds beter. Geen terugslagen meer. Dus het ziet er nu echt goed uit. En ja, eigenlijk het doet wel een beetje denken aan toen hij binnenkwam. Hè? Kwam je ook met een zware knieblessure binnen. Mm-hmm. Maakte hij voor de winterstop weer zijn eerste minuten. Moet ik wel bij zeggen, was het wel te vroeg toen. Hè? Vond hij zelf achteraf ook. Toen kon hij nog niet brengen wat hij veel later bracht. Dus vooral belangrijk dingen niet overhaasten nu. Ook al is hij er nu waarschijnlijk straks weer bij. Moet niet meteen volle bak weer. Nee. Heel voorzichtig brengen. En hopen... Ze kunnen hem goed gebruiken. Bidden dat het goed blijft gaan. Want dat gun ik hem echt. Dat gun ik FC Emmen ook echt. En ons. Nou, en ons ook. Absoluut. Ja, want het is een genot om naar te kijken. Dat is een man waarvoor je naar het stadion komt. Zeker. Maar goed, eet smakelijk man. Smakelijk.